Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Minecraft deel 4 doen. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan minen. En we gaan kijken of we de netherportal daar kunnen afmaken. En we gaan weer minen. En we gaan vandaag een beetje daar zo heen. Dus een beetje daar op die eilanden daar kijken en niet daarheen. Dus ja, laten we maar gaan beginnen. Het eerste wat we gaan doen is even wat food krijgen, dus. Ik ben al level 5. Ik ben in creative. Ik was een keer creative aan het spelen, had ik heel veel dingen gekillt en zo. Daarna ging ik naar survival. Toen was ik echt iets van level 100 geworden of zo. Oké, waar gaan we heen? Even kijken. Hey jongens, kijk, daar is nog een village. Ik wist niet dat daar nog een village was. Oké, het eerste wat we nu gaan doen is naar die village toe. En de Iron Golem daar killen. We gaan nu eventjes die hele village plunderen en zo. En die Golem daar killen. Want onze village is echt niet ver weg. En misschien is daar nog wel een beter huis. Ik zie er wel eentje. Alleen ik vind mijn huis waar ik nu in woon, hebben we zoveel onze best op gedaan en zo. Bro, kom op. Oh, maar beter is er niet diamonds of zo in deze village. En we gaan ook nog een keer kijken of we naar een desert kunnen of zo. Oh, deel als ik een. Drinkeling of als ik zo'n drowner achter me aankrijg, dan echt boos. Oh, dit heb jij helemaal niks. Dit heb jij ook helemaal niks. Ik ga wel even naar jullie hooi meenemen. Oké, eventjes kijken nog. 100% zeker dat ik het allemaal gelijk kan meenemen. Ga ik het lekker kapot maken. Dat is dus zo iemand ben ik echt. Ik neem al gewoon alles mee. Mag hopen dat die golem dat niet heeft gezien. Anders ben ik dood. Dan ben ik echt dood als die golem dat heeft gezien. Wat is dit? Laat maar, ik weet niet meer eens wat het is. Ik denk niet eens dat het handig is. Nog meer. Dat wil ik allemaal meenemen dit. Is dit? Beendermeel. Oh, dat is dat! Bone meal. Dan gaat hij. Neem deze gewoon mee. Oké. Zijn er geen kisten in deze village of zo? Je hebt villages, daar zitten gewoon helemaal geen kisten in. Ik ben al een keer in zo'n village geweest. Daar zat een nul kist. Letterlijk nul. Maar in zo'n huisje, we hebben nog kans. We hebben nog kans. Maar dit is denk ik zo'n village waar geen enkele kist in zit. Nee. Ik heb altijd gelijk met dit soort dingen. Dit zijn villages waar geen kist in zit. Ik zweer, als ik dadelijk toch een kist tegenkom, dan ga ik deze hele village in de fik zetten. Denk ik. Ik weet niet zeker. Even kijken nog. Nee, ik zweer, dan kon ze in nergens. Maar dat is altijd. Maar we hebben wel iron, want we gaan die golem zo even killen. Are you kidding me?
We zijn bij zoveel villages geweest, daar waren gewoon dingen. We komen nu één village tegen hier. Het is echt gevaarlijk om in zo'n village rond te lopen. Gewoon dat je dingen aan het hakken bent. Want die villagers zijn heel vervelend, want die gaan dan ineens die golem erbij halen. Als je een dier kilt, komt die golem volgens mij ook. Like de video als je ooit een Iron Golem hebt gezien. Dat is de like challenge voor vandaag. Waar is die golem? We gaan hem killen. Ik heb een nieuwe manier om de golem easy te killen. Holy balls. Wat? Hoe dan? Hoe dan? Hoe is hier zo'n... Ik zag hier iron. Imagine even als ik daar naar beneden was gevallen, hè? Ik ga hier een wat plaatsen. Ik ben veel te bang. Oh. Lucky me. Alleen hoe ga ik hier in godsnaam überhaupt boven komen? Wat dacht je van niet? Met. Wat is er eigenlijk nog meer dan in deze cave? Want dan gaan we hier in die cave een keertje gaan we dan. Oké, we weten dus nu waar dat deze cave hier zit, dus dan gaan we dan daar kunnen we dan gaan minen. Als ik daar was naar beneden was gevallen. Oké, golem, kom hier nog? Waar ben je, golem? Golem. Waar is die golem gebleven? Bro, waar is je golem? Waar is die golem? Golem. Wat ruilen zij? Are you kidding me? Wacht, wat? Oh, ik kan hem voor heel veel steen dat. Oh. Ik ga even kijken. Oké, daar is de golem. Maar we gaan eerst even kijken wat ze verkopen een beetje. Oké. Ja, we hebben een emerald. Yay. Ik ben echt heel blij. Ik weet echt niet wat ik mee moet. Oh my god. Ik ga deze... Wat wil je doen? Oké, hij is echt heel blij. Wat gebeurt als ik dit doe? Dan willen ze meteen met je ruilen. Oké, golem. Maak je maar vast klaar. Ik smek je dadelijk. Of jij mij. Ik denk jij mij, maar... Wat verkoop jij? Exact hetzelfde, maar we hebben 16 emeralds. Ik weet even niet wat ik daarmee kan. Wat is dit? Oh, potato! Jee, potato. Ik ga kijken wat ze meeste villagers ruilen. Dit zijn gewoon dwazen. Deze verkopen niks. Die zijn gewoon nutteloos. Belijk, ik sla een villager hier die cave in. Ik ga dat doen. Ik ga een villager. Villager. Oh, kijk. Huh? Wie wil dan weer een baksteen? Nee, ik weet niet wie er nou met baksteen gaat. Oh, we zijn echt een van de belangrijkste huizen, denk ik, vergeten. Dit is zo'n village waar huizen zitten die je nergens anders vindt. Tenminste, waar huizen zitten die lastig te vinden zijn. Zoals dit soort huizen.
Waar wederom niks in is, maar... I'm fine. Ik vind het maar stom. Deze villages zijn echt raar, dit soort villages. Maar dit zijn village. Dit is een village waar letterlijk niks is. Waar je wel kan handelen en zo met die villagers. Alleen, dit is typisch zo'n village waar je gewoon niks aan hebt. Waar je dan wel lekker eten kan halen en zo. En de golem kan killen. Maar voor de rest, dit is typisch zo'n village waar je gewoon helemaal niks aan hebt. Dat zijn echt typisch dit soort villages. Ik vind het maar allemaal vreemd. 22 wortelen voor een emerald. Nee, ik hou lekker die emerald voor mezelf. Ik weet trouwens niet eens wat ik daarvan nu kan maken. Denk ik een emerald blok. Why? Maar ik ben ook niet klaar, want ik ga terug. Ik ga mijn revenge nemen op die golem. Wat ik dus nu ga doen is, even alles hierin doen. We gaan mijn boot pakken, die in de haven ligt. En we gaan erheen varen. Haventje, ligt mijn boot er nog? Are you kidding me? Oké, ja. We gaan even met de eikenboot even op... wacht. Tenminste, terug naar die village. Please zeg me dat ik nog kan vinden waar die is. Het moet. Ik verplicht mezelf om te weten waar dat is. Ik ga misschien ook nog een keertje een TNT mod doen. Alleen... ik weet niet wanneer, maar ik ga nog een keer een TNT mod doen. Lekker met de boot. Lekker met de boot. Oh, ik wil die golem zo graag gekild hebben, want dan hebben we een nieuw iron. En we hebben een bloemetje dan. Ik heb een keertje twee van die boten gevonden. Dus twee van die vracht... van die boten die kapot zijn. Je weet wel, die gezonken. Voor een paard te hebben. Ik ga me dus in deze video nog een paard proberen te halen. Het enige wat je nu doet is weg. Shit. Sorry. Ik betaal je ooit toch wel eens een keer terug. Sorry. Heel. Wat denkt deze man, bro? Het IQ van een gemiddeld... Zij hebben echt weinig IQ, man. Wat gaan we doen? Ik weet het. Weg gaan loose. Ah, broer, wel domme. Ik ga hem nog even killen. Hier komen. Jee, dat is echt een hele slimme tactiek. Waar is mijn boot? Boot! Waar is boot? Dat is boot.
Ik heb een lijntje nodig. Kan met die misschien... Ik heb echt een lijntje nodig. Ik ga deze man hier killen. Dan heb ik een lijntje. Dus. Hey! Ik word zojuist... Ik ben zojuist nu een dierenbeul geworden, maar... Ik wil ook een paard hebben. Echt zo'n groot paard. Want dan ga ik het paard armor maken. Dus ik moet even een paardje hebben. Ben jij een lief paard? Oké, dit paard is dus nutteloos. Waar is jouw... Waar is dat andere grote paard dat... Paard. Ik heb echt een paard nodig. Maar het was een beetje KUT dat ik zo hard op de grond ben neergekomen. Ik ga eens even een zadel maken. Als het überhaupt kan. Als ik überhaupt een zadel kan maken. Zadel. Ik ga gewoon... Kan je op een dier rijden zonder een zadel? Dat vraag ik me echt een beetje af, maar ik ga even opzoeken. Ik ga even intikken hoor. Oké, dit zijn dus geen zadels. Dus je kan volgens mij op een paard rijden zonder een zadel, maar... Ik ga hem eventjes op zoek... naar een... Even een lief paardje heb ik nodig. En dan gaan we natuurlijk vandaag ook nog eventjes een hokje verbouwen. Dan hebben we een paard. Maar als ik een warden als huisdier heb. Dat moeten ze echt in Minecraft doen. Dat je een warden als huisdier kan nemen. Dat zou Minecraft zoveel leuker maken. Bilaat, je gaat letterlijk naar de end toe en je hebt een warden. Imagine gewoon even hoe erg snel je de Ender Dragon kan verslaan. Dat zou echt geweldig zijn. Om de Ender Dragon te kunnen verslaan met een warden. Ik heb het al een keer geprobeerd in creative. Alleen in creative lukt dat niet echt. Dat is ook nog een goeie. Hoe moet ik dat paard aan de overkant, levend aan de overkant krijgen? Met lief, kom maar mee. Ik heb jou eigenlijk niet. Ik heb nog een lijntje nodig. Ik ben een lijntje kwijt. Nee, ik haat het. Waarom ben ik nou weer een lijn kwijt? Hier nog een lijntje. Ja, een lijntje. Twee lijntjes. Een kat. Ook een kat. Kan ik een villager? Huh? Nee. Oh, dat zou heel erg zijn. Als je een villager met een lijntje kon vastmaken. Dat zou echt heel erg zijn. Paard. In elke video is een paard. Wanneer je een paard nodig hebt waar je op kan rijden, heb je hem niet. Ja, dan is hij wel een lief klein paardje. Alleen... Ik ga deze kat redden. Kom, kat. Kom. Kom. Kom, poesje. Kom, poesje. Ja, poesje. Maak jou los. Sorry, poes.
Ja, miauw, maar ik wil liever een hond. Ja, een paard! Yay, we hebben een paard. Kom op, paard. Ja. Is nog een cave? Ja, kom paard, we gaan. Kom maar mee. Voorzichtig. Nee, niet bang zijn. Jij gaat een mooi thuis krijgen. Een beter thuis dan hier zo in die natuur lopen. Maar we gaan nog wel even een kippetje killen. Dan. Kijk. Kom. Kijk, nu zijn we vriendjes. Meekomen jij. Kom. Weet je, ik neem die boot wel gewoon zo. Ik ga wel zwemmen. Dan kan dat veiliger is. Kom mee. Het is niet zo ver. Nou, ik vind paarden altijd best wel lief. Ook in het echt, maar ook in Minecraft. Het zieligste wat mij ooit is overkomen is, ik had een hond en een kat. En toen was er een Enderman en die heeft mijn kat en die hond in Minecraft toen gekild. Dat was echt zielig. Even meekomen, we zijn er al. Kom, snel het laatste stukje nog. Rennen. Dan gaan we eventjes een mooi paardenhuis voor jou bouwen. Ik vind het best wel een mooi paard. Ik moet zeggen. Ik had, het maakt eigenlijk niet uit wat voor paard ik heb. De mooiste in Minecraft vind ik die zwarte met witte stippen. Daar zag je er net een van, die is gewoon weg, Ganlusu. Alleen deze vind ik ook mooi, deze is zwart-wit. We zijn daar. Nee, we gaan niet terug. Eerst gaan we even een hekje halen voor jou, want jij gaat Lusu dus. Trouwens. Kon ik hem hier naar binnen krijgen? Ja, blijft hier. Moet heel snel zijn. Paard! Waar is mijn paard heen? Ik zie hem niet meer. Shit! Hier komen. Eventjes. Oké, heel even wachten. Ik ga eventjes wat hout voor je pakken. Ik ga even een mooie stal voor jou maken. Want dit is wel heel... Wat is dat nou weer? Wat was dat nou weer voor een menu? Echt een heel vreemd menu. Oké, hout. Hout, hout, hout. En eten. Wat kunnen we doen? We kunnen paardenpanzer maken. Panzer. Een panzer hebben. Wat kan je allemaal maken? Dit zijn een beetje de blokken.
Wacht, 9900 dingen plus kan ik maken. Oké, eigenlijk helemaal niks. Oké, we moeten nu even wat hout hebben. Hé, onze vuren planken die we gisteren hebben gehaald. Kom maar even hoor. Hierachter hebben we een heel groot stuk. Dus daar kunnen we een mooi plekje voor jou gaan maken. Nou, ik zet jou heel eventjes vast. Ik wil niet dat jij wegloopt. Dan heb ik al die moeite voor jou met de korte achternaam gedaan. Ja, waagt maar mijn paard te zitten. Ik heb hekjes nodig. Ik ga alles van deze hakken, zodat ik genoeg heb. Want dat paard dat we nu hebben, daarmee gaan we dan ook op reis en zo. Dan bijvoorbeeld naar de end gaan we niet met dat paard. Dan blijft hij gewoon lekker hier op de overworld. Dan bouw ik hem helemaal dicht. Dus hopefully kunnen we nu. Wat zijn we nou weer aan het doen? Oké, dus dan. Ik vind het stom wat mijn paard niet binnen kan. En ook nog meer hout hebben. Nou, even de hekjes nog hoger. Snel hout nodig. Oké, dan moet ik eventjes heel veel hout gaan hakken nu. Want ik ga deze paardenstal even afmaken. En dan hebben we een paardenstal voor het paardje. En dan, dan weet ik niet wat we daarna gaan doen. Trouwens, is steen niet mooier? Steen kan namelijk niet in de fik vliegen. Voor als het ooit zou gaan onweren. Dus ik ga denk ik het hele huisje hier weghakken. Rip de villager die hier woonde. Mag ik één rip in de comments voor deze villager? Want zijn huis is weg. Rip Bob de villager. Dat hout ga ik gebruiken voor dit. Ben jij nou weer aan het doen, gek paard? Hé! Hey. Naar binnen. Kom. Hup! Er vanaf. Nee, ik ga hier niet opsluiten. Daar komt een raam. Ik heb een keertje, dat was echt heel vreemd. Was ik een keer in een village. En toen was ik dus in die village. En toen hoorde ik pillagers in die village. Ja, dat is dan nog niet zo heel raar. Maar die pillagers vielen dus gewoon de villagers niet aan. Vind ik heel vreemd. Zo. Ben je aan het helpen hoor?
Wow. Dat was een... Was dat een Enderman? No way dat dat een Enderman was. Heeft de Enderman zojuist mijn hek gestolen? F dat... F die Enderman. Oké, okay, nog even wat steen hakken. En dan ga ik hem verlossen van het lijntje. Dan mag hij gewoon loslopen in zijn hok. Ook al is het klein, ik heb geen zin om nu echt een gigantische te gaan maken. Wat ik wel nog eventjes ga doen is even een glas. Ik heb een fakkel, ik heb een fakkel. Dus, bam. Ja, kijk. Ja. Ik wil kijken of die eruit kan. Ik zet je nog heel even aan het lijntje. Je mag zo echt los. Ik moet even glas maken. Dus dan even steen lenen. Even steen hakken. Rip. Hebben we nog hout, hout, hout? Ja, we hebben nog zeker hout. Ho. Hou je mond nou maar. Hoe vaak moet ik dat nou nog gaan zeggen? Maak even snel 4 glas. Wie die geluiden heeft gemaakt, hoe je zoiets verzint, ik vind dat echt hilarisch hoe mensen dat kunnen verzinnen. Volgens mij gaan we met kool sneller. Even dichtmaken. Oh. Nou, jongens. Hierbij ga ik de video afsluiten. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En tot de volgende video. Later.